Net als Flips trouwens, die zo sterk startte ooit tegen Westerlo, maar ondertussen weggeschoven is in de schaduw. Toch, en Hazard blijft toch wel veel bij zijn linkerflank. Snijdt nu binnen. En de paas is goed. En de bal van Stoikus. Ja, ja, die bal gaat tegen de netten. Stoikus, alle lichten gaan weer even uit en aan. En hij scoort zijn eerste goal van het seizoen. Mario Stoikus. Daarom optimeren van de coach natuurlijk. Wel een mooie combinatie, moet ik zeggen. Parfaitement joué là sur le flanc gauche. Même pas. C'est même pas dévié, c'est un peu forcé au niveau du 2 et le petit coup d'œil de Thorgan Hazard. Hein. Ouais, l'assist.